Deze steen heet okaniet. Okaniet is een steen die we zo niet kunnen dragen. Het is juist een steen die wij gebruiken in de ruimte. Okaniet is heel erg teer, heel erg kwetsbaar. Het ziet er dan ook uit als een doortje watten. Maar als je het aanraakt, bemerk je dat het allemaal hele fijne buisjes zijn. Het is dus best wel bros, best wel breekbaar. Maar toch is het een steen die heel erg goed is voor ons. Zeer zeker als we hem gebruiken in de ruimte. Als we de okaniet in onze ruimte hebben staan, zullen we merken dat wij beter contact kunnen leggen met onszelf. Maar nog belangrijker, met onze hogere ik. Het is dan ook een steen die heel erg hoog gaat. Het is een steen die je helpt om je levenslessen te accepteren, maar ook om door te zetten, om door te gaan. Het is een steen die heel veel te betekenen heeft voor mensen die met schuldgevoelens zitten. En vooral met karmische schuldgevoelens. Dus je merkt al dat dit een zeer spirituele steen is, die ervoor zorgt dat wij heel hoog kunnen komen en ook heel veel kunnen aanpakken, zeer zeker karmisch gezien. Toch wordt deze steen ook vaak gebruikt als je heel veel problemen hebt om de band goed te krijgen met je eigen kind. Ook dat zit op een hoger niveau. Dus zit je met moeder en kind in een situatie wat niet zo goed is, het klikt eigenlijk niet, dan is dit de steen die je kan gebruiken om de band te versterken en te zorgen dat je op een hoger niveau met elkaar in contact komt. Waardoor je veel meer kan bereiken en ook duidelijkheid krijgt in de levenslessen die jullie samen delen.